Hey guys en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik in deze video met jullie mijn burn-out verhaal delen. En dit is al een tijdje geleden dat ik een burn-out heb gehad. Maar als je iets weet over een burn-out of als je er zelf net in zit... het kan best wel een behoorlijke tijd duren voordat je daarvan uh, ja, bent bijgekomen om het zo maar te zeggen... Of voordat je er weer bovenop bent. En in dit verhaal ga ik je van A tot Z meenemen. In mijn hele burn-out verhaal. Hoe ben ik erin gekomen? Um, wat doet het met je? Hoe ben ik er ook weer uitgekomen? Wat helpt wel? Wat helpt niet? Ja, dus eigenlijk voor iedereen die nieuwsgierig is, hoe het is om een burn-out te hebben. En uh, voor iedereen die momenteel in een burn-out zit en ja, eigenlijk wil weten hoe verloopt zo'n burn-out nou? En, en waar. Ja, hoe, hoe ziet het er nou uit, zeg maar? Hoe, hoe gaat het nou? Speciaal voor die mensen is dus deze video. Nou, we beginnen natuurlijk bij het begin, want in een burn-out kom je niet zomaar terecht. Er zijn bepaalde factoren waardoor je sneller in een burn-out terechtkomt. Zo komen over het algemeen hooggevoelige personen, dus mensen die hoogsensitief zijn, hooggevoelig zijn komen al sneller in uh, een burn-out terecht. Omdat deze mensen gewoon veel meer prikkels opnemen van buitenaf, of niet veel meer. Uh, de prikkelverwerking schijnt anders te verlopen in de hersenen uh, dan, mensen die, dan bij mensen die niet hooggevoelig zijn. Dus mensen met, die hooggevoelig zijn, die, die krijgen al veel meer prikkels binnen. En daarvoor is het dus al veel lastiger... Om die prikkels uit te schakelen en uh, om niet alles uh, mee naar huis te nemen, om het zo uh, te zeggen. Zeg maar. Of in ieder geval om ja, je af te sluiten zeg maar, en het ene oor in het andere oor uit. Nou, dat zal voor iemand die heel gevoelig is best wel een uitdaging zijn. En je kunt je voorstellen dat doordat jij heel veel prikkels tot je neemt, dat je uh, ook heel veel moet ontspannen dan. Want als jij aan de ene kant heel veel prikkels tot je neemt en dus heel veel. Um, ja, heel veel aan het denken bent en, en, en aan het doen bent, dat er aan de andere kant ook echt wel ontspanning zal moeten zijn om het recht te trekken en om het in balans te houden. En precies dat is waar het vaak misgaat, want je blijft dus vaak maar doorgaan, je blijft maar pushen, je zit er niet lekker in in je werk, bijvoorbeeld, je loopt tegen problemen aan, maar je blijft maar doorgaan en Ontspant te weinig. Je kunt bijvoorbeeld op een gegeven moment op den duur nemen je je werk mee naar huis. Ben je ook thuis nog aan het piekeren over je werk. En dan is het zo dat je dus gewoon niet meer echt tot die ontspanning toekomt. Nou, er zit eigenlijk ook een soort van opbouw in burn-out, heb ik gemerkt zelf. Ik uh, ging in de horeca werken. Als je mij volgt, of, ja, langer volgt, je weet je dat ik bij Tress uh, ging werken. In de horeca dus. En dat was in het begin hartstikke leuk. Alleen op het einde merkte ik gewoon van, uh, het paste niet meer bij mij. Ik uh, liep echt op mijn tenen. Er was gewoon te weinig personeel. En uh, ja, dat zou in principe opgelost worden. Er werden mensen aangenomen, maar dat duurde best wel een tijdje voordat uh, dat allemaal weer, uh, ja, weer, weer liep, zeg maar. En toen merkte ik al van: wow, ik begin heel erg op mijn tenen te lopen. En ik, ja, ik, ik kon mijn grens daarin heel moeilijk aangeven. Dus ik ging maar door en ik, ik voelde dus al dat ik bijna eigenlijk een soort van overspannen uh, was. En dat merk je heel erg aan dat je, um, uh, ja, heel, heel, ja, je voelt je heel opgejaagd, zeg maar. Alsof iemand je nek dichtknijpt. Je voelt je alsof je verstikt, zeg maar. je voelt je opgejaagd, onrustig. Gaat heel erg piekeren, dus heel erg in je hoofd zitten malen, malen, malen en nadenken. En als je dus thuis bent, ook dan ben je nog aan het nadenken en aan het malen. En ben je niet gewoon lekker iets aan het doen voor jezelf. Maar ben je eigenlijk constant nog met een bepaalde situatie bezig. En dat is eigenlijk het begin. En als dat niet ophoudt of niet op kan houden, ja, dan wordt het alleen maar erger op den duur. Ik ben toen gestopt bij TRESS. Ik um, uh, omdat ik ging verhuizen ook voor de liefde, uh, en uh, toen ik eenmaal hier terecht kwam, waar ik dus nu ook woon, uh, heb, ben ik tot rust kunnen komen en uh, ja, heb ik gewoon op mijn eigen gemak uh, weer werk gevonden. En doordat dat even duurde, kon ik weer bijkomen van uh, die overspannenheid van toen, zeg maar. Ja, echt bijkomen was het niet helemaal, want ja, ik ging naar een hele andere omgeving. Ik ging van, van Gelderland naar Brabant en ik kende de mensen hier niet. Ik kende de weg hier niet. Ik kende helemaal niets hier waar ik nu woon. En um, ja, dat was dus echt wel een dingetje in het begin, omdat allemaal, uh, ja, dat, 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 is, dat kost echt veel energie in het begin en dat heeft nogal een impact op je omdat je alles weer moet leren, zeg maar. Je gaat nieuwe mensen leren kennen. Uh, je, je gaat weer een nieuwe baan aan. Nou, op een gegeven moment dus weer een baan gevonden in de catering. Uh, en dat, dat uh, liep wel, maar ook eigenlijk niet helemaal lekker. Mijn collega's, daar kon ik het niet helemaal goed mee vinden. Um, die hadden echt al een heel beeld van hoe het moest. En dan kwam ik daar als jonge griet. En uh, ja, wat had ik nou meegemaakt? Zeg maar? Wat wist ik daar nou van? Dus daarin merkte ik van, nou, er is heel weinig ruimte voor mij, heel weinig ruimte voor, um, uh, ja, om, om, om dingen aan te geven, zeg maar. Hoe het ook zou kunnen, ruim, ja, weinig ruimte voor een, een verfrissende blik. Um, dat was gewoon heel erg lastig. En ja, ik merkte ook gewoon op den duur, het was niks voor mij, zeg maar. Ik, ik stond gewoon, ik kreeg gewoon echt fysieke klachten omdat ik ja, verkeerd stond in mijn werk, verkeerde houding en zo. Dus toen kwam ik uiteindelijk bij de Rabobank terecht. Daar ging ik werken in de klantenservice, dus uh, uh, telefoneren of telefoontjes aannemen. En uh, de, in de vacature stond toen de tijd heel mooi van oké, okay, je gaat een, een wat dynamischere baan aan. Dus je gaat en, um, je, je neemt de telefoon op, zeg maar. Dus je gaat mensen telefonisch helpen. Je gaat help, mensen helpen via chat en mail. En daarnaast ga je nog uh, een soort beetje back-office werk doen, zeg maar. Dus uh, verwer dingen verwerken. Uh, pas aanvragen. Nou, noem het allemaal maar op. Um, dus ik dacht, nou dat is echt voor mij super leuk. Klantcontact, een stukje klantcontact, maar ook een stukje achter de schermen. En um, ja, dat, op de, dat, dat was echt totaal niet wat ik ervan verwacht had. Ik kreeg als allereerst een opleiding, of een soort opleiding. Ja, je, je wordt klaargestoomd voor, uh, voor je werk, zeg maar. En uh, daarin kreeg je dus wat je wel mag uh, doen, wat je niet mag doen, uh, bepaalde protocollen die je moet handhaven. Um, bepaalde uh, ja, um, wegen die je moet volgen, zeg maar. Wat nou als een fraude is, wat nou dit, wat nou dat, nou oké. Okay. Um, heel, heel proces, zeg maar, van uh, volgens mij was dat een maand of zo, denk ik. Ongeveer, ja, ik denk een maand heeft dat geduurd. Uh, waarin je dus ook uh, ja, heel veel, ja, je, je gaat eigenlijk alleen maar leren hoe het is om uh, bij een bank te werken. En dat was in principe wel, uh, ja, vond ik wel, wel uh, aardig, wel leuk. Uh, ik vond het ook wel pittig, omdat het, uh, ja, het was dus, zoals ik al zei, een nieuwe baan. En ik, ik woonde hier ook nog niet zo heel erg lang. Dus het was allemaal best wel intens. En, um, Maar goed, ik kwam in mijn team terecht. Super hartstikke leuk team, gezellig team. Maar je merkte al van, nou ja, die mensen zitten daar langer, zeg maar. Dus die hebben eigenlijk al een beetje een vaste... Uh, ja klik met elkaar, dan komen er nieuwe uh, mensen bij en ja dat is altijd even zoekende van ja hoe pas je erin zeg maar en daarnaast um, ja was het zo dat uh, in het begin mocht je nog wel van alles wat doen zeg maar maar de focus dat heel erg op de telefonie en ik merkte al van: Oké, okay, ik vind het best wel pittig. Ik vind het best wel pittig om de hele dag met mensen te bellen en de hele dag mensen aan de telefoon te hebben. En um, uh, met verschillende vragen. En dan met echt zoveel, ontzettend veel vragen. Uh, dat je gewoon ook letterlijk een databank had van, van vragen die je kon opzoeken. Want ja, je moest zoveel weten, eigenlijk. Dat was echt. Ja, dat. Het was heel erg, uh, ja... Omdat je, het was gewoon heel erg breed, zeg maar. En met name in het begin, ja, dan, dan is het sowieso al lastig, zat... Uh, om alles te leren en tot je te krijgen en, uh, en zo. Dus, uh. Maar goed, ik dacht, weet je, doorzetten... en uh, dit zal vast wel met het begin te maken hebben... zal vast wel goed komen, uh, Nou, noem het maar op. En eigenlijk, toen al steeds meer, begon ik het gevoel te krijgen van... Ja, weet je... Dit is het niet voor mij. Maar ik hoorde het steeds in mijn omgeving van mensen. Ja, weet je, Sarah, al het, al het begin is lastig. En um, je moet gewoon doorzetten en doorgaan. En dan uh, komt het vanzelf goed. Dus ik dacht, nou, volle moed eronder. We gaan daarvoor. <laughs> Bad decision ever. Echt waar, kan ik je echt meegeven. Luister alsjeblieft naar je intuïtie en luister naar je gevoel. Dat vertelt jou echt de waarheid. Als ik dat had gedaan, was ik nooit in deze burn-out terechtgekomen. Achteraf gezien, ik ben alleen maar blij dat ik in de burn-out terecht ben gekomen. Maar goed, daar gaan we het nog over hebben. Even terug. Um, dus ik, uh, ik, ervoor gaan, en, uh, uh, en ik kreeg ja op een gegeven moment. Ik had wel in principe een, een fijne teamleider uh, in het begin. Ehm. Um, al merkte ik ook dat zij met heel veel andere dingen bezig was. Dus ja, ik, ik voel me dan best wel bezwaard om, om naar haar toe te gaan en om aan te kloppen hè, voor hulp, zeg maar. Maar in principe, dat liep wel. En, en zij kon mij ook wel helpen en zo. Um, um. Maar ja, zij had ook niet overal, uh, hoe, moet je, hoe moet ik dat zeggen? Zij had ook, ook niet overal de regie over, want heel veel dingen werden gewoon van bovenaf besloten. Zoals op een gegeven moment dat je dus echt alleen nog maar in de telefonie zat als, uh, als nieuweling. En toen dacht ik, wow, dat vind ik echt heel heftig. En dat heb ik toen ook aangegeven. van Wow, ja, alleen telefonie, dat ja, voor mij werkt dat niet. 32 uur per week alleen maar telefoneren met mensen, dat vind ik echt heel heftig. Ik ben introvert van mezelf, dus ik, uh, ja, ik heb ook echt mijn momenten voor mezelf nodig om even op te laden, even niemand om me heen. Dus vandaar dat dat back-office werk gewoon echt heel erg goed zou werken voor mij. En um, 32 uur alleen maar kletsen met mensen of ja kletsen niet eens, gewoon praten met mensen, dat is echt heel intens. Voor mij, hè, wie weet voor iemand die extrovert is helemaal niet, maar voor mij als introvert persoon is dat gewoon intens. Um, nou ja, daar kon verder niet echt iets aan gedaan worden. Wel goed dat ik het aangaf natuurlijk en zei ik in kijken waar ze mij nou in kon ondersteunen. En toen zei ze ook van, nou ja, mocht je pauzes nodig hebben, neem die dan ook gewoon. En um, uh, dus dat was echt heel erg fijn. Zij erkende heel erg van: oké, okay, je, uh, je bent nieuw, zeg maar, je bent startende, wees niet te streng voor jezelf. En ook uh, bepaalde um, uh, KPI's, nee, dat, wat wou ik nou zeggen? Bepaalde uh, ja, dingen waaraan je moet voldoen, zeg maar, uh, Ja, die, die golden voor mij uh, nog niet echt als beginnerling. Dus bepaalde, uh, ja, dan moest je bijvoorbeeld houden aan, uh, aan hoeveel minuten je belde met iemand. Of hoeveel uh, uh, gesprekken je op een dag had. Of hoeveel doorverwijzingstelefoontjes je had gedaan. Dat waren allemaal dingen waar je eigenlijk rekening mee moest houden. Maar toen kregen we een andere teamleidster. En daar ging het helemaal mis. Echt helemaal. Um, die was namelijk wel van de cijfertjes. En die had wel zoiets van: je gaat ervoor en uh, dit is te hoog, dit is niet goed. En die was heel erg zo van: kijk, deze persoon doet het wel goed. En uh, die ging dat dan ook echt rondmeden van: de beste persoon van de week, weet je wel. En ja, ik als, als nieuweling. Het, 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 er lag ook gewoon een heel groot deel bij mijzelf natuurlijk. Hè. Ik als nieuweling. Ja, probeer, die, die, die zag dat en dacht van... Oh, daar moet ik ook aan voldoen. En dat wordt ook van mij verwacht. En, en, uh, en dat werd in principe ook van mij verwacht, zeg maar. Maar ja, natuurlijk ben je daar zelf ook nog bij, hè. Uh, als jij dat niet kunt waarmaken, dan... Um, ja, dat, ik bedoel, je bent nog maar net beginnende. En um, ja, ik had zoiets van... Ik moet dat al kunnen. Dus ik ging daar helemaal voor en uh, uh, ja, weer ook bij haar aangeven: Ja, weet je, ik ben nu 32 uur in de, in de uh, telefonie. Dat is echt niks voor mij. Dat, dat, ja, dat werkt voor mij gewoon niet. Ja, en ik moest het maar proberen en ik moest het maar gewoon doen. En uh... <tus> ja, het was niet anders. Ik bedoel, uh, ja, dat was nou eenmaal zo. Terwijl ik toen ook aangeef, ja, maar hallo, uh, ik bedoel, ik heb op een vacature gesolliciteerd die anders was. En um, ja. ja, nou ja, daar kon zij ook niks aan doen. Het was nou eenmaal zo en ik moest er maar mee doen. En um, de, volgens mij zijn het echt KPIs. Ik weet even niet meer waar het voor staat. Um, die werden steeds strenger, er werd steeds meer opgezeten. Je moest zoveel gesprekken hebben op een dag. Volgens mij was echt het minimale aantal, aantal gesprekken dat je moest hebben op een dag 50. Nou, ik was bij 50 gesprekken helemaal doorgedraaid. Ik uh, was echt zwaar overprikkeld. En um, dat werkte voor mij gewoon echt niet. Maar er werd gewoon niet naar geluisterd en er werd gewoon niks mee gedaan. Uh, dus op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik ga mijn eigen dingen maar doen, weet je wel. Dus ik ga maar extra vaak naar de wc, extra vaak thee halen. Want ik had echt die adempauze nodig. En uh, ik, ik sprak ook met andere nieuwe collega's en die zeiden ook van. Niet normaal, niet te doen dit. Um, en, en de ene teamleider was natuurlijk ja, strenger dan de andere. Dat was ook, dat, ja, dat was ook iets wat meespeelde. Uh, maar ik had daarnaast nog een ander meisje in mijn uh, team zitten die ook net begonnen was. En die zei ook van nou, dit, dit is echt. Nee, weet je wel, dit is het gewoon echt niet veel te streng. En, en, en die teamleider teamleidster was gewoon echt totaal niet empathisch. Was alleen maar bezig met, uh, met ja, eigen, ha eigenlijk haar rol, zeg maar. Dus dat was gewoon uh, ja echt heel erg pittig. En daarnaast, uh, het, het, het was eigenlijk alleen maar op, gericht op hoe je nog beter kunt functioneren en helemaal niet op. Uh, niet zozeer op wat je al goed doet, zeg maar. En dat was gewoon heel erg jammer. Um, uh, het was ook wel gericht op wat je ook al wel goed deed, zeg maar. Je kreeg kalibratiesessies en daarin ging je dus jezelf terugluisteren. Um, uh, gesprekken met een klant terugluisteren. Dus ook wat je, wat je wel goed doet, dat moet je dan ook benoemen naar elkaar. Maar goed, dan zitten andere mensen ook met jou mee te luisteren hoe jij dus gesprekken voert met een klant. Dus dat is best wel intiem. Dat is best wel een stukje kwetsbaarheid, zeg maar. En um, ja, ik vond dat best wel heftig. En natuurlijk, uh, er zitten dan ook dingen tussen die je beter kan doen. En uh, ja, die bespreek je dan ook met elkaar. Maar ja, als beginneling en je wil het allemaal supergoed doen. En um, ja, dat was gewoon echt mijn valkuil. Dat ik gewoon echt mezelf wilde bewijzen en het alleen maar goed wilde doen. En de lat voor mezelf torenhoog legde, zeg maar. Ik bedoel, ik, wil, ik, ik, ik wilde het beter doen dan de mensen die er werkten. Want die hadden op een bepaalde manier dingen aangeleerd gekregen. En uh, die moesten dus heel erg nog die, die, die switch gaan maken naar de nieuwe manier van werken, om het zo maar te zeggen. En die nieuwe manier, die hadden wij al aangeleerd gekregen. En die hadden hun nog niet zozeer aangeleerd gekregen. Dus daarin hadden we eigenlijk al een voorsprong. Maar dat zag ik zelf totaal niet zo. Ik zag alleen maar, ik hoorde alleen maar de boze klanten die ik had. En ik hoorde alleen maar dat ik. Um, ja, dat ik meer mijn best moest doen. Want dat ik meer telefoontjes op een dag moest hebben. Dat ik minder moest doorverwijzen. En dat ik um, uh, ja, eigenlijk nog korter, korter moest zijn in een gesprek. Want de gesprekken duurden te lang. Ja, echt. Daar zat zoveel druk op. En um, uh, ja, op den duur begon ik ook gewoon mijn grens echt flink aan te geven. En, en um, echt kritisch te worden. Uh, en dat, wordt, ja, dat werd gewoon echt niet in dank afgenomen. Ik moest naar. Er was vier keer per jaar was er dan een uh, uh, ja, iets waar je dan heen moest, zeg maar, zo'n avond. En daar werd dan de, de nieuwe dingen werden daar verteld. Dus wat ze wilden gaan doen, de plannen, zeg maar, of niet echt de plannen, maar um, uh, hoe het gegaan was of zo afgelopen periode en wat er dus beter kon, de, de periode daarop. En ik was daarin heel kritisch en ik zei van ja, oké, okay, waarom moeten we daar dan heen? Ja, dat is gewoon belangrijk, zodat je dat meekrijgt en weet. En um... ik zei, oké, okay, maar waarom is dat dan belangrijk? En waarom kan dat niet onder werktijd? Want het was dus zo, het was buiten werktijd en je kreeg er niet voor betaald. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Ik zit hier iets te doen wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. En um, waar helemaal niks geen rekening mee wordt gehouden. En vervolgens moet ik dus nog meer energie in jullie gaan steken... Terwijl ik er niet meer voor betaald krijg, terwijl ik er niks aan heb. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Ook ik heb een grens, hè? Ik was er helemaal klaar mee. Dus toen ben ik best wel op mijn streep gaan staan. En heb ik gezegd: Nou, weet je, ik ga daar niet heen. Super leuk allemaal, maar ik ga daar niet heen. En toen begon zij te dreigen: ja, als je daar niet heen gaat, dan ben je niet gemotiveerd. En dan, uh, uh, ja, wat doe je hier dan eigenlijk voor werk? En bla uh, bla bla, dat soort dingen zei zij echt letterlijk. En toen zei ik: pardon, weet je wel, is dit nou een dreigement? Wat ben je nou aan het zeggen? Dit is gewoon: ik heb de vrijheid om daarheen te gaan. Ja, dat klopt. Maar het is eigenlijk. Ik zeg, jij kunt mij niet verplichten om daarheen te gaan. Nee, dat doen we ook niet. Maar we verwachten het wel van je. Ik zeg, oké, okay, prima. Je mag het verwachten. Ik zeg, maar ik ga daar niet heen. Ja, en dan begon ze weer. Dan ben je niet gemotiveerd genoeg. En uh, we hebben het hier nog wel over. Want dit kan echt niet. Jouw houding waardeer ik echt niet. Ik zeg, nou oké, okay, prima. Ja, je bent veel te zakelijk. En daar hou ik helemaal niet van. En uh, zo begon ze, zeg maar. Nou. Echt waar, achteraf denk ik, mijn hemel, wat ben ik fucking trots op mezelf, dat ik zo mijn punt heb weten, dat ik zo mijn, mijn voet bij stuk hield, zeg maar. Maar daarna, nou ja, je kunt je voorstellen wat zo'n band, zeg maar, zo'n relatie met je leidinggevende, wat dat met je doet, hè. Je gaat naar je werk toe met, met ik ging op den duur naar mijn werk toe met hartkloppingen, met... Uh, Um, ik was zo bang zeg maar voor de gesprekken met klanten uh, omdat ik dus al geen prettige band had met mijn leidinggevende um, en daarnaast ja Kwam het best wel regelmatig voor bij, bij als, als telefoniste bij de Rabobank dat je gewoon werd uitgescholden. Dus dan, werd, dan deed je iets niet voor een klant, omdat je dat gewoon letterlijk niet kon doen. Uit veiligheid niet, mocht gewoon niet. Ik kan niet iemand, als jij belt voor je vader, dan kan ik niet zijn pas gaan deblokkeren, omdat jij zogenaamd doet uh, alsof je zijn dochter bent. Bewijzen van, dat kan ik niet zien, dat kan ik niet controleren. Dus dat gaat niet. En dan werden de ja, mensen natuurlijk boos en die gingen dan schelden met kanker of met andere dingen. En uh, ja, ja, goed. Daar moest je dan maar tegen kunnen, zeiden ze. En, maar ja, dat gaat voor mij gewoon niet in mijn koude kleren zitten. Absoluut niet. Ik vind het niet prettig. Ik, wil gewoon, ik ben iemand, ik wil heel erg mijn best doen voor de ander. En um, ja. Als het dan niet gaat, dan baal ik daar gewoon heel erg van. Dan baal ik daar zelf al genoeg van. En dan ja, gaat een ander ook nog eens mij daarop uh, op aanwijzen. En, en uh, uh, ja, zeg maar, uh, zeggen dat ik het niet goed doe. Dus dat komt dan. Voor mij kwam dat extra hard aan. En op den duur, ja, ik kon gewoon niet meer. Ik heb, ik heb het toen ook aangegeven aan haar, uh, mijn teamleider. Ik zeg: ja, sorry, ik zeg, ik kan niet meer. Ik ben helemaal kapot. Ik, ging, ik zat op een gegeven moment ook gewoon ziek thuis. Ben naar de huisarts toen gegaan, ik heb aangegeven hoe ik me voelde. En toen zei de huisarts: nou weet je, blijf uh, minstens drie weken thuis. Want dit gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Dus ik uh, ben toen thuis gebleven. Uh, toen is zij mij, uh, uh, ja, heeft zij contact met mij opgenomen, gevraagd wat er aan de hand was, ik het uitgelegd. Nou ja, zij kon zich daar helemaal niet in vinden. Zij dacht dat het lag aan uh, de spanning die tussen ons er was. Ja, uh, er was behoorlijk wat spanning inderdaad en die moest uitgesproken worden. En toen dacht ik al, oh, ik heb daar helemaal geen puf voor. Ik zat er toen al zo zwaar doorheen. Ik zat toen al echt gewoon letterlijk in een burn-out. Um, ik had ook van, uh, van de huisarts trouwens um, uh, pillen gekregen. Uh, oxazepam had ik gekregen inderdaad. Dat zorgt ervoor dat je rustig wordt en... Uh... Uh, ja, met name een enorme rust in je hoofd krijgt. Die medicijnen echt... Oh. Dat, dat was echt heel fijn. Want oxoxopam zorgt er eigenlijk voor, bij mij in ieder geval, dat het mijn hele hersenen namp legde. Dus ik, kon, ik, ik hoefde niet meer na te denken, zeg maar. Dat ik, ik dacht echt 24-7 na, alleen maar nadenken, alleen maar continu... Um, gedachten horen en je stem horen... ...en continu ging dat maar door. En ik was helemaal overprikkeld daardoor. En die Oxoxapam zorgde dus voor dat dat gewoon weg was, zeg maar. Dus het was heel stil en rustig ineens in mijn hoofd. En dat was zo fijn. Um, maar goed, ja, dat is natuurlijk niet de oplossing. Dus zij wou een gesprek en ik dacht... ...nou ja, zo goed als ik ben, ik ga maar weer dat gesprek aan. En ik ga maar weer mijn beste beentje voorzetten en het proberen. Ergste, of ja, ergste fout, nee, zo dat, dat kan ik het niet zeggen. Uh, ik had daarin ook mijn grens weer moeten stellen en moeten zeggen: nee, gaan we niet doen. Uh, ik uh, wil alleen maar naar een, uh, een arts, een, uh, een bedrijfsarts. Ik ga niet langer met jou praten, want dat, dat zorgt er alleen maar voor dat het slechter gaat. Dus we hadden ge gesproken met elkaar en ik, uh, ik dacht: ik neem het gesprek ook op voor mezelf, zodat ik het daarna ook terug kan luisteren. En ook in dat gesprek bleek weer het lag aan mij. Ik deed het fout. Ik moest meer om hulp vragen. Um, ja, er werd continu werd het bij mij neergelegd wat ik allemaal beter had kunnen doen. En toen dacht ik bij mezelf: ja, Stik de Moord, echt letterlijk. <laughs> Sorry voor mijn woorden, maar ik had mijn grens echt voor mijn gevoel al heel duidelijk aangegeven. Maar zij luisterde daar niet naar. En ik. Legde heel erg in het begin de fout bij mezelf. En dacht van, ja, ik heb het fout gedaan. Ik heb mijn grens niet goed genoeg aangegeven. Ik, heb het, ik had het vaker aan moeten geven, et cetera, et cetera. En nu denk ik ook bij mezelf. Nu kan ik ook bij mezelf denken. Er zijn twee personen in zo'n situatie. In, uh, ja, die zijn er. En ik geef mijn grenzen aan. En als de ander daar niet naar luistert... dan leeft er ook een groot deel, een grote verantwoordelijkheid bij de ander... En um, tuurlijk, achteraf, ik had het misschien nog meer. En ja, ik had het niet eens meer aan uh, kunnen geven of aan moeten geven. Ik had gewoon weg moeten gaan. Klaar. Of in ieder geval het op een akkoordje moeten gooien. Um, maar goed, dat gesprek gehad. En um, nou ja, we gingen ervoor. Um, uh, uh, even denken hoe het ging hoor. Ik weet niet precies meer hoe het ging. Uh, komt ook. Dat, dat, nou ja, zal ik zo even vertellen waardoor dat komt. <laughs> En um, dus op een gegeven moment ook naar de bedrijfsarts. Uh, oh ja, nee, die had dat gezegd inderdaad. De en volgens de bedrijfsarts moest ik, geloof ik, maar met haar gaan praten. En uh, um, ja, dan, dan zouden we er samen wel uitkomen of zo. Want ik had uh, toen twee weken thuis gezeten en toen uh, ging ik naar de bedrijfsarts. En omdat ik dus twee weken thuis had, gez had gezeten, ging het in principe wel weer iets beter. Ik merkte gewoon dat ik was wat rustiger geworden. Halleluja, dankjewel. Uh, Ook Sakso Pam, daar had het met name mee te maken. Dus mijn fout toen, of ja, wat ik, ja, dat, ja, niet echt een fout, maar dat, dat had ik gewoon beter anders kunnen doen. Ik ging naar de bedrijfsarts met uh, goede moed, zeg maar. En uh, met een meewerkende mindset. En uh, die zei van ja. Uh, ik denk dat je wel weer uh, het kunt gaan opbouwen met uh, vier uur per dag. Um, en um, uh, ja, dan, uh, dan ga je ook een gesprek aan met, uh, met, je, uh, met je coach, zeg maar, met je teamcoach. En uh, dan, dan, uh, ja, dan moet het goed komen. Want uh, wat ik van haar ook begreep, is dat er gewoon heel veel spanning zit tussen jullie en die moet opgehelderd worden. En toen dacht ik, ja, maar dat is echt niet al lang wat er gaande is. Maar goed, ik zo, nou ja, het gaat wel weer iets beter, inderdaad. Dat had ik ook gezegd tijdens dat gesprek. En um, ik zei van, nou ja, oké, okay, dat, dat wil ik dan wel gaan proberen. Had ik nooit moeten doen, had ik echt niet meer mee akkoord moeten gaan. Ik had gewoon second te pin je na moeten vragen. Maar goed, daar had ik al de puff niet meer voor. Ik zat er al zo zwaar doorheen. Ik um, kon mijn grens gewoon niet meer aangeven. En dat was ook dat is wat er echt gebeurt als jij in een burn-out zit. Je bent zo letterlijk doorgedraaid in je hoofd. Je kan je gewoon je grens niet meer aangeven. Je kan niet meer voor jezelf opkomen. Al, je, bent zo... je, je hebt gewoon echt 0,0 energie meer. Je hebt geen puff meer. Je kan amper praten. Um, het, het, het lukt allemaal niet meer. En toen inderdaad ben ik vier uur per dag gaan werken en ik merkte al gelijk, het, het, het lukte niet. Ik had, me, ik had geen, totaal geen concentratie, totaal geen focus, niets lukte. Want wat er gebeurt als jij een burn-out hebt, je hersenen zijn echt over, overloaded, zeg maar. Je hebt echt een error. Je ziet het als een computer die vastloopt en die niet meer wil opstarten. Dat is letterlijk wat er met je gebeurt. Ik wist niks meer, ik kon niks meer en uh, dat gaf ik toen ook aan haar aan. Ik zeg: Het lukt niet, het gaat gewoon niet. Waardoor, waarop zij weer zei: Van ja, probeer het nou maar en kijk het vanaf de positieve kant. Het is al goed dat je geweest bent. En uh, morgen weer een dag en doe het rustig aan en kijk gewoon wat wel lukt. Waarop ik alleen maar kon denken: Ja, mens, houd toch gewoon je mond dicht. Het lukt gewoon niet. Weet je, het gaat gewoon niet. En ik geef weer mijn grens aan en je luistert er weer niet naar. Ik was zo boos. Al had ik niet eens puf om boos te zijn, echt. En op een gegeven moment, um, uh, toen zat ik dus weer thuis. En uh, want ik, ik, toen heb ik haar ook weer opgebeld. Ik zeg: Het gaat gewoon echt niet. Waarop zij zei: Van uh, waarop zij gewoon echt, um, uh, ja. Uh, half weer begon te dreigen: van ja, je moet het proberen. En de bedrijfsarts heeft gezegd dat je het moet doen, dus dan moet je het ook doen. Jij kunt je niet zomaar weer ziek melden. Dat is uh, um, werkweigering en bla bla bla. Zo begon ze weer. Waarop ik zei: als je nou niet ophoudt, dan, dan, dan vreet ik de hele strip zo ok pam op. Ik was helemaal echt. Ik zat er echt zwaar doorheen. Echt niet normaal hoe erg ik er doorheen zat. Zij was zo zwaar over mijn grens heen gegaan. Natuurlijk ook door mezelf. Hè? Maar um, nou, dat was echt, echt niet normaal. En daar heb ik achteraf ook nog heel lang last van gehad. Daar heb ik echt heel veel uh, therapie voor nodig gehad om dat los te laten. Want oh, als iemand zo over jouw grens heen gaat, niet normaal. Um, en toen, uh, ja, toen was daarna weer, belden ze me weer op. En oh ja, ik ben wel echt... Of, of we hadden elkaar nog gesproken op werk of zo, omdat ik toen aangaf... Ik, ja, volgens mij had ik haar daarna opgebeld en gezegd... Weet je, laat maar. Ik kap ermee. Ik wil niet meer. Ik kap ermee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik hoef geen akkoordje, helemaal niks. Ik stop ermee. Ik wil jou gewoon niet meer zien, dacht ik bij mezelf. Ik, ik ben er helemaal klaar mee. Ik zat er echt zwaar doorheen. Dus, uh, nou, uh, op, afgesproken op werk om dat uh, rond te krijgen. En... Um, uh, toen, toen zei ze ook nog inderdaad van ja en ik maakte me wel echt zorgen. Ik heb zelfs nog met HR gebeld, want uh, ja de dingen die jij zei, ja dat, dat vond ik wel echt heel heftig. En toen oh, ja, echt. ik kon alleen maar denken bij mezelf oh echt, waarom moet het altijd om jou draaien? Nou ja, maakt niet uit. Dus uh, ik, uh, toen ben ik thuis komen te zitten en uh, ja dan begint het eigenlijk pas, want dan merk je pas wat het allemaal met je gedaan heeft. En dan komt alles er pas uit. Al het verdriet, ik kon alleen maar huilen, huilen, huilen. Of ja, dat had ik daarvoor al heel erg. Uh, heel emotioneel. Um, uh, eh. Voordat je zeg maar in een burn-out terechtkomt, um, zijn eigenlijk een beetje de signalen dat je heel emotioneel wordt. Omdat je gewoon veel te veel hebt opgestapeld en maar door bent gegaan. Um, je kunt alleen nog maar nadenken, alleen maar bezig zijn met werk als het van werk afkomt. Um, en je kunt niet meer ontspannen. Als we naar de sauna gingen, dan was ik dan zelfs nog met werk bezig en, en over werk aan het praten. En ik was totaal niet bezig. Dat oh, zat te vliegen. To nou, ga weg. <laughs> ik was totaal niet bezig met, um, met, met, ja, met, met ontspannen of met. ...met iets anders. Ik was alleen maar bezig met werk, werk, werk... ...en hoe kan ik het beter doen en uh, dat soort dingen, zeg maar. Um, dus ja, dat is echt een, 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 een signaal wat je serieus moet nemen. En daarnaast, ik sliep ook gewoon niet meer. Ik uh, kon heel moeilijk in slaap komen. Ik werd meerdere malen wakker s'nachts. Um, ik uh, was dan... ...s ochtends uh, kon ik, uh, was ik echt kapot, moe... ...en dan uh, uh, ja, sliep ik eindelijk om, uh, om half zes... ...en dan moest ik er uh, twee uur later alweer uit... Dus um, dat is ook echt een signaal van dat je gewoon echt tegen een burn-out aan zit. Of uh, zelfs misschien al een burn-out hebt. Um, en um, ja, uiteindelijk toen, toen ik dus thuis kwam te zitten, ik kon helemaal niets meer. Ik werd helemaal gek. Um, ik kon niet meer nadenken. Ik kon niks meer onthouden. Ik, uh, ja. Je moet je echt voorstellen, je functioneert gewoon niet meer. Boodschappen doen wordt lastig. Je kunt echt niks onthouden. Heel, althans, ik kon helemaal niks meer onthouden. Um, je, je bent gewoon kapot als je hebt aangekleed. Uh, dat kost dan moeite. Je bent onwijs moe als je naar de supermarkt bent geweest voor boodschappen. Um, als mensen tegen je praten, dat kost eigenlijk veel te veel energie. Um, ik kon mijn grens helemaal niet aangeven. Mijn vriend is best wel iemand die uh, veel kan praten, zeg maar. Met name to toen de tijd. Omdat ik gewoon steeds minder ruimte ging innemen. Uh, omdat ik ja, uh, me terug ging trekken, zeg maar. Ging hij juist meer ruimte innemen om, om, om te praten. En, uh, want hij, ja, hij wist niet zo goed wat hij moest doen. Dus ging hij maar heel veel praten. Uh, om het een beetje op te vullen. En ja, ik, ik, ik trok het allemaal gewoon niet. Ik kon niet eens aangeven... Dat ik dat vervelend vond, en of hij alsjeblieft wat minder wou praten. Ik, ik kon helemaal niks meer. En dan wordt er dus eigenlijk continu nog steeds over je grens heen gegaan. Dus dat was echt, als ik uh, terugkijk op mijn leven, echt een van de eenzaamste periodes in mijn hele leven. Ik heb me vaker eenzaam gevoeld, maar uh, met die burn-out, ja, ik, ik kon gewoon met niemand praten. Niemand in mijn omgeving begreep mij. Die dachten, oh, dat gaat wel weer over. Beetje rust en dan komt het wel weer goed. Nee. Dat, dat, uh, nee. Ik, uh, uh, Dat was toen... Ik, ik zat toen nog bij, bij een band, zeg maar, waarin ik zong. En daar uh, zat ook een drummer in en die had ook een burn-out gehad. En die, die wist dus wel een beetje van uh, hoe je je voelde. <tus> maar, um... En dat was trouwens al toen ik al uh, volgens mij een half jaar een burn-out had. Dat ik daarbij kwam. Dus dat was niet eens in het begin. Of was dat wel in het begin? Ik weet het niet meer. Ik weet niet eens. Ik, ik, ik kun je nagaan. Ik, ik weet niet eens meer hoe het allemaal verlopen is. Want je kunt gewoon echt niks onthouden. Je komt niet op woorden. Um, het is echt, ik vind het echt verschrikkelijk. Omdat ik zelf heel erg iemand ben die graag de controle heb. En. Uh, um, uh, en, en, en in zo'n periode heb je echt helemaal geen controle gewoon meer. Uh, je lichaam functioneert gewoon echt niet meer. En dat is echt. Ik vond het echt vreselijk. Echt waar. Um, maar goed. Heel veel rusten, rusten, rusten. Ik, in het begin was ik nog heel veel bezig. Was ik bezig met de tuin. En dacht ik, nou, als ik maar lekker um, uh, ja, bezig ben, dan komt het wel goed. Maar dat is echt, dat was weer een beetje een foutje. Um, rust, echt rusten, rusten, rusten. Zo min mogelijk prikkels. Dus ga lekker de natuur in. Uh, zoek plekken op waar helemaal niemand is. Um, dat zijn echt dingen die jou, uh, die jou helpen. En om alles weer een beetje op, op orde te krijgen, met name in je hoofd. Um, en het kost tijd: ontzettend veel tijd. En iedere stap die jij zet, daarvoor kan het heel goed zijn dat je weer vijf stappen terug gaat. Dus dat jij bijvoorbeeld dan afspreekt met een vriendin... en dat je daarna weer vijf stappen terug gaat, dat je daar weer drie dagen van moet bijkomen of zo. Dat is echt de realiteit wanneer jij in een burn-out zit. En dat is kapot frustrerend. Echt niet normaal. Want dan denk je, ja, wanneer gaat het nou toch eindelijk eens goed en... En ik ben er helemaal klaar mee. En ik zit hier al zo lang in. En um, voor mij heeft het uiteindelijk echt twee jaar geduurd voordat ik eruit was. Of althans, ik, nou dat ik deze video maak. Ik denk dat het. Ja, het is twee jaar geleden dat ik in een burn-out terechtkwam. En nu nog steeds. Hè, nu nog steeds heb ik echt dat ik op moet letten. Het, het gaat echt. Um, in sommige periodes gaat het heel goed. En in periodes dat ik te veel wil, te veel um, in de doe do, uh, energie zit, dus in de mannelijke energie zit van doen. Gaat het gewoon mis? Gaat het weer mis? Kom ik weer heel moeilijk op woorden? Werkt mijn brein gewoon niet zo goed meer mee? Um, ja, dus dat is echt iets het heeft ontzettend veel tijd nodig. Want het heeft echt een klap gehad op je hele lichaam op je. Um, ja, op je brein, gewoon op alles in jouw systeem. Dus het heeft ontzettend veel tijd nodig. En bij de gemiddelde mens duurt het gewoon één tot twee jaar voordat je er echt overheen bent. En het is ook nog eens zo dat uh, volgens mij zelfs best wel veel mensen nog een keer een burn-out krijgen. Omdat ze dus gewoon weer over hun eigen grenzen heen gaan. Dus het is... Super belangrijk om stil te staan bij jouw gevoel en om niet te veel te doen en te willen als jouw lichaam aangeeft dat het niet gaat. Uh, jouw lichaam geeft dat niet voor niets aan. Dus dat zeg maar uh, heel veel uh, wat ik toen heb gedaan, EMDR-therapie, nou was veel te zwaar uiteindelijk. Toen ging het alleen maar weer slechter. Ik heb toen haptotherapie gedaan. Uh, dat heeft me wel wat inzichten gegeven, zeg maar. Was ook wel prettig. Um, het heeft met name heel veel inzicht in mezelf gegeven en in de patronen um, die, ik, die ik heb, zeg maar, en in wie ik ben. Dus dat was wel fijn. Uh, ik heb toen ook nog craniosacraal gedaan, uh, omdat ik dacht, ja, er zit gewoon zoveel in mijn systeem opgeslagen. Ik was zo ontzettend boos op mijn teamleidster. Uh, boos ook op mijn vriend, omdat hij uh, ja, niet echt mij aanvoelde, zeg maar. Ik neem hem ook achteraf helemaal niks kwalijk, want ja hoe ga je om met iemand die een burn-out heeft als je het zelf nog nooit hebt gehad? Dat is heel lastig. Um, uh, ja, ik, ik was gewoon zo. Ik, alle emoties die toen in die periode die ik heb opgestapeld, eenzaamheid, boosheid, uh, uh, boosheid ook naar mezelf dat ik niet naar mezelf heb geluisterd. Uh, alles zat weer helemaal in mijn lichaam. Dus krijg je zo voelen letterlijk in je lichaam wat er zit en eruit gooien. Um, heb ik toen gedaan. Dat heeft heel erg geholpen. En uh, daarom kan ik er nu ook gewoon uh, normaal over praten. Want ook dat kon ik eerst gewoon niet. En het is nog steeds... Ik merk nog steeds in mijn gevoel dat het iets triggert, hoor. Dat ik denk van... Oeh, uh, heftig. Het was ook gewoon echt een heftige periode. Echt. En... Um, maar ik, ik, het, 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 het is oké. Okay. En... Um, juist, zeg maar, na ik had die opleiding toen ik uh, bij de Rabobank wegging inderdaad, had ik een opleiding gekocht van het ontwikkelingsbudget wat ik daar nog had voor Life Coach. En dat was echt de beste besliss beslissing ever gewoon. Ik ben zo blij, achteraf ook gewoon blij en dankbaar dat ik die burn-out heb gehad. Want als ik die niet had gehad, had ik, wellicht, had ik deze keuzes ook wellicht niet gemaakt. Ik ben natuurlijk bij de Rabobank zat. Oh ja, dat was ook nog iets wat er tussenin zat. Um, uh, ik merkte gewoon van, nou, dit is het niet uh, bij de Rabobank. maar wat is het dan wel? En daarin heeft mijn teamleider mij wel weer heel mooi en goed geholpen. Die heeft gezegd van, nou, ga eens praten met een loopbaancoach. En uh, je hebt een ontwikkelingsbudget, gebruik dat ervoor. Dus daarin was ze, gewoon, ja, was ze echt heel erg behulpzaam. En dat vond ik echt heel prettig. Um, dus dat heb ik toen ook gedaan en uh, daar kwam dus uit van nou ja, dat ik eigenlijk altijd al natuurcoach heb willen worden. Dus lekker wandelen in de natuur met mensen. Um, en daardoor heb ik dus uh, de, de opleiding tot life coach uh, uh, aangeschaft van het budget wat ik nog had toen. En toen, de, toen ik daaraan begon, zeg maar, dus toen mijn leven uh, ja, steeds een stukje beter was, uh, dat is begin 2019, uh, ben ik begonnen met die opleiding. Het is dus thuisstudie. En um, ik heb mezelf letterlijk overal vanaf weten te coachen. Want ik wist precies van, oh, dat is al gaande. Oké, okay. ik begon, begon mezelf steeds meer te begrijpen. Ik begon steeds meer inzicht te krijgen in hoe werken wij nou als mens. En waardoor ontstaan problemen nou. Um, alles begon een plekje te krijgen en begon ik te begrijpen. En dat heeft echt mijn leven 360 graden veranderd. Um, daardoor luister ik nu veel meer naar mijn gevoel en... en uh, weet ik ook van als ik me focus op de dingen die niet goed gaan, wat voor impact dat heeft op mijn leven? En dat ik daardoor alleen maar negatiever ga denken, dat ik stress krijg, dat ik uit balans raak. Dus dat het ook heel erg belangrijk is om stil te staan bij de dingen die wel goed gaan. En natuurlijk stilstaan bij wat mijn gevoel nou zegt. Dus ik ben achteraf heel blij en heel dankbaar dat ik die burn-out heb gehad. Ehm. Um omdat ik dus geleerd heb tijdens die studie uh, live coaching. Uh, wat, ik, wat ik zelf kan doen. En wat, ik, wat dat ik de regie in handen heb. Ik ga het een beetje afronden, want ik merk dat de video echt al heel lang heeft uh, heel lang duurt. Wat ik je nog wil meegeven als tip. Dus echt, uh, blijf bij jezelf. Luister naar jouw gevoel. Wat heb je nodig? Uh, ook heel erg belangrijk is jouw energielevel dus in de gaten houden. Voel bij jezelf meerdere malen op een dag. Hoe voel ik mijzelf? Waar heb ik energie voor? Waar heb ik zin in? Waar heb ik behoefte in? En wat heb ik nu nodig? Heel belangrijke vraag. Nooit meer vergeten. Stel hem jezelf meerdere malen op een dag. Wat heb ik nu nodig? Dat is voor jezelf zorgen. En op die manier blijf jij bij jezelf. En ga je niet meer over je grens heen. En als, als jij nou zegt, wat heb ik nu nodig? En als dat rust is, dan neem jij rust. En um, jouw baas kan wel van alles van jou willen en, en vinden... maar jij zit uiteindelijk straks met de burn-out thuis, hè? Jouw baas, die, 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 ja, eigenlijk, als die goed voor jou zou zorgen... zou die dat ook niet prettig vinden, want die is een werknemer kwijt. Maar goed, in een groot bedrijf maakt het vaak niet uit. En denken ze, nou ja, het draait toch wel verder, snap je? Maar jij, jij moet er heel lang weer bovenop komen. Dus denk alsjeblieft aan jezelf en neem jezelf bloed serieus. Want uh, als jij dat niet doet, doet een ander dat ook niet. Nou, daarnaast wil ik je nog een tip meegeven. En wat mij heel erg heeft geholpen, ik heb ze hier naast me liggen, is CBD-olie. Dit is geen gesponsord bericht of gesponsorde video of wat dan ook. Ik merkte op den duur dat het heel lang duurde bij mij voordat ik weer echt goed kon gaan nadenken. En uh, Voordat ik um, echt weer op woorden kon komen, en, en mijn brein werkte nog niet mee. Ik merkte dat ik wel weer de energie had, maar dat mijn geest, zeg maar, gewoon nog heel erg achterliep in het proces. En daar baalde ik van, want ik dacht, ja, ik merk gewoon, ik kan wel wat meer aan, maar het lukt me gewoon niet. Ik blijf hangen. En toen heb ik heel erg op internet uh, informatie daarover opgezocht. Nou, bepaalde um, voedingswaarden helpen daar heel erg bij. Bijvoorbeeld, ginseng uh, kan daar heel erg bij helpen. Dus toen ben ik ginseng gaan gebruiken uh, door mijn havermout heen, zochtes. Ik heb ginsengpoeder gekocht. Uh, dat heb ik gedaan. Ik ben heel erg gaan letten op mijn voedingspatroon. Heel erg gezond gaan eten. Veel uh, groenten en fruit. Uh, voor energie en voor dus ook dat mijn brein goed functioneert en daarnaast dus CBD olie. Ik heb er nu twee. Toen had ik er één. Toen had ik alleen de CBD olie raw. Uh, je hebt ook CBD olie puur. Althans waar ik het bestel. Ik bestel het via cbdland.nl. Um, kan ik je sowieso aanraden, want er gaan heel veel CBD olies over de markt heen of zijn in de markt en gaan over de, over de toonbalk heen om het zo maar te zeggen. Maar die zijn niet allemaal even goed, zeg maar. En um, in de ene zit helemaal geen CBD. Of zit juist weer per ongeluk THC. En uh, THC wil je er niet in hebben, want dat is juist het hallucinerende effect. Um, um, je wil juist de CBD hebben. En CBD-olie, nou echt, dat heeft echt mijn, mijn leven ook weer veranderd. Ik voelde me zo rustig. En nu gebruik ik het nog steeds. Het zorgt ervoor dat mijn brein gewoon beter functioneert, dat ik rustiger word. Um, het wordt zelfs bij depressies wordt het aangeraden, CBD-olie. Ik zit ook in een groep op Facebook. Um, ik zal hem wel uh, onderlinken. Um, uh, mocht je dat interessant vinden, kun je daar lid van worden. Uh, daar, is, daar plaatsen ook heel veel mensen die, die kanker hebben, maar ook mensen die depressies hebben, die reuma hebben, die noem het maar op, allemaal um, ziektes hebben. En die eigenlijk niet verder komen bij de. Um, hoe zeg je dat? Bij de reguliere medische uh, wereld. Um, dus die dan zeg maar alternatieve dingen gaan opzoeken. Die komen daar en uh, ja, alleen maar positieve verhalen van iedereen. Ik kwam daar zelfs nog een collega van de Rabobank tegen. Hoe grappig was dat? Die zei tegen mij, hey, zijn jij hier ook. Dus ik dacht, huh? <laughs> Te grappig. Maar zij heeft dus depressies en. Um, ja, zij zegt, ja, het helpt bij mij ook gewoon heel erg. Ik ben dit gaan proberen en uh, het werkt. En, en toen dacht ik ook van, nou ja, weet je, baat het niet, dan dus schaadt het niet. Ik ga het gewoon proberen. En uh, toen ben ik dus twee druppels uh, ochtends en twee druppels avonds uh, gaan proberen van de CBD-olie uh, Raw. Raw is uh, met name heel erg goed voor uh, jouw geest, zeg maar. Dus dat jouw geest um, uh, beter gaat functioneren. Dat je niet zoveel last meer hebt van um, somberheid. Dat je niet zoveel last meer hebt van uh, die negatieve stemmen in je hoofd. Uh, daar werkt CBD Raw heel erg voor. CBD puur is meer voor je lichaam. En dat heeft alles te maken met de, um, de afstelling, zeg maar. Uh, ik weet het niet uit mijn hoofd hoor. Ik heb het wel opgezocht, maar ik weet het niet precies meer. Puur is geloof ik meer koud geperst of zo. Of nee, raw is meer... Een van... Nou, ik weet het niet precies. Een van de twee is meer koud geperst. En de ander is uh, een, een tikkeltje verhit of zo. En in ieder geval, dan komen er meer um, andere... Uh, um, hoe zeg je dat? Andere um, uh, componenten vrij, zeg maar. Want in CBD raw of CBD... Uh, uh, oh, wacht. Ja, hier. Ik zie het verschil er al op staan. CBD puur uh, bestaat gewoon meer uit CBD-olie. En in CBD RAW zit ook CBD A. Dus ben je, heb je een burn-out of heb je depressie, andere klachten? Er komen zelfs mensen die, um, die kinderen hebben met, met autisme, met ADHD. Echt, ik kan het iedereen aanraden. Absoluut. Het is zo'n fijn product. En het is gewoon een natuurproduct. Hè? Het, het, uh, ja, het kan in principe gewoon echt geen kwaad. Um, dus uh, ja, vandaar dat ik het je echt wil aanraden. Want het heeft mij persoonlijk enorm geholpen. En ik weet gewoon hoe kloten het is, zo'n burn-out. En uh, hoe lang de nasleep kan duren. En uh, uh, ja, daarom wil ik je echt met alle liefde gewoon alle tips die, die mij hebben geholpen meegeven. Dat was mijn verhaal. Pff, volgens mij is het echt een teringlange video geworden. Maar ja, een burn-out duurt gewoon ook letterlijk, althans vaak, twee jaar. En. Um, uh, ja, kijk gewoon echt, mocht je in een burn-out zitten, kijk wat voor jou helpt. Je hebt heel veel, heel veel goede uh, burn-out gespecialiseerde coaches ook. Um, uh, bepaalde psychologen die gespecialiseerd zijn in een burn-out. Ik zou je echt adviseren inderdaad om iemand op te zoeken die echt gespecialiseerd is in een burn-out. Want een, een gewone psycholoog weet daar gewoon um, ja, te weinig van. Uh, die zal er misschien wel iets van weten, maar uh, ja, ik... Persoonlijk zou ik echt gaan. Ik zou kiezen voor iemand die daarin gespecialiseerd is. Dat was de video. Mocht je nou nog vragen hebben, mocht je met me willen kletsen over, over je eigen ervaring, noem het maar op. Uh, mag je dat altijd doen. Uh, je mag een berichtje of je mag iets achterlaten in de comment. Je mag me ook een berichtje sturen via Instagram, via Facebook. Uh, in de beschrijving staat waar je me kunt volgen. Uh, ik heb ook een eigen live coachings Instagram. Dus als je tips nodig hebt uh, of handvatten wil, uh, hoe, je, uh, ja, hoe je je mindset kunt veranderen of hoe je beter met situaties om kunt gaan. Nou, dan zou ik je echt willen adviseren om ook daarop te volgen. Want ik geef daar heel veel waardevolle tips op altijd, krijg ik te horen van iedereen. Dus uh, uh, ja, wellicht helpt het voor jou dus ook. Daarvoor doe ik het. Um, dus ook die zal ik linken in de beschrijving. En ja, uh, yeah, I wish you all the best. Ik bedoel, uh, het heeft gewoon heel veel tijd nodig. En gun jezelf ook die tijd. Wil niet te snel. Um, wees mild voor jezelf. Echt, je hebt zoiets rots en verschrikkelijks moeten meemaken en uh, doorstaan. En. Uh, ja, wees ook echt een beetje lief voor jezelf. Want als jij niet lief bent voor jezelf, duurt het alleen maar langer voordat je eruit komt. Dus gun jezelf die rust. Dat is echt heel belangrijk. En uh, denk aan jezelf. Zorg voor jezelf. Super bedankt voor het kijken. En um, ja, ik uh, zie je heel graag weer volgende week bij een nieuwe video terug op mijn kanaal. Tot de volgende keer, lieverds. Doeg!